Vitesse trainen vrijdagmorgen op Papendal en bereiden zich daarvoor op het duel van zondag tegen Willem II. Vitesse moet het in Tilburg in ieder geval doen zonder de geblesseerde Frank van der Struik, die enige tijd uit de roulatie is. Het middenvoetbeentje voor de helft gebroken. Als ze zeggen, een stressfactuur wat langzaam komt. En dat is er eigenlijk aan de hand. Ja, en wat betekent dat? Dat je hebt eigenlijk twee opties. Of je laat het zitten en met rust en dan... Of een optie is opereren met een pin erin of een draad, wat ze zeggen. Het eerste is als je langzaam revalideert. De stressfactuur zeggen ze ook vaak van als dat langzaam komt, gaat het ook langzamer weg. Nou, dat is een risico wat je neemt en je kan hem ook heel snel, je hoeft maar één verkeerde beweging te doen en je kan hem gewoon breken helemaal. Als je hem breekt, dan duurt het gewoon langer. En we hebben besloten om voor optie 2 te gaan, om gewoon meteen te opereren. En dan ben je er eventjes uit. Alleen weet je wel dat daarna dat er of zo'n pin of draad zit, dat het wel vast zit. Wat is eventjes eruit? Een maandje of 2, 3. De transfer van Theo Jansen van Ajax naar Vitesse hing vrijdagochtend in de lucht. Een transfer die toen al wel enkele dagen rond was, was die van de Israëliër Dan Mori. Rutte is blij met de defensieve versterking, zeker nu Van der Struik uit de running is. Het is een centrale verdediger die links kan spelen en rechts kan spelen. En zeg maar, de afgelopen jaar in het seizoen ook een aantal keer als vleugelverdediger heeft geopereerd. Dat is niet zijn echte beste positie. En het is een jongen die ons kan helpen. En zeker omdat we heel weinig in de verdediger zitten. Ja, dan kan hij zeker ons de komende weken kan hij ons helpen in verband met ja, als er wat gebeurt, dat ik een beroep op hem kan doen. Ja, he trained with us a couple of training and he's good defender. He's aggressive and strong. So hope he Vitesse will be better with him. 3 jaar geleden ongeveer toen speelde PSV tegen zijn club. Kunt u hem nog herinneren uit die wedstrijd? Ja, maar zo ben ik hem eindelijk ook op het oog gekomen. Omdat ik kan me nog herinneren van toen. Ik heb nog een wedstrijd bekeken, ja, dat hij ons toen is opgevallen. Ik las het ook nog in de analyse van Bien Ahouda. Ja, en ja, bij toeval is hij transfervrij. Nou ja, dus daar kan je als club zijnde kan je misschien alleen maar je voordelen uithalen. Zondag ontmoet Vitesse, net als vorige week, wederom een gepromoveerde ploeg. Willem II speelde tot dusverre 2 keer knap gelijk tegen NAC en FC Groningen. Bij de Tilburgers speelt oud-Vitessenaar Gennaro Snijders. Yeah, Gennaro was with us. He's a good player, fast, and they have also the number 10 good. And from right winger, they have a good guy. So they have a good, nice players. So what I like it. So they will be difficult, not will be easy game. Ja, ik denk dat Willem II is van nature uit, zeg maar vanuit de historie, ook altijd voetballen, hè? Ook altijd willen voetballen, driehoekjes spelen en proberen voetbal te spelen. Dat past namelijk is een beetje de cultuur van die club.